Coming Out Dag is een belangrijke dag in het jaar, want het is het moment waarop iedereen, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit of expressie, zichtbaar kan laten zien wie die is. En dat is in deze samenleving gewoon belangrijk, want je kunt je pas ontplooien als je jezelf kunt zijn. Hou je van een man of vrouw? Of misschien van allebei? Wat een ander soms ook vindt, het maakt echt niet uit voor mij. Wie jij lief hebt, is wat telt. Of het nou een man is of een vrouw. Met wie jij de liefde deelt, is enkel en alleen aan jou. Loop met je liefde door het leven, samen hand in hand. Laten we zijn kleurrijk. En geen kleur laten bepalen in dit land. Worden wie je bent, dat vond u een mooie uitspraak, hè? Ja, dat is voor iedereen, ik wens dat iedereen toe. Ja. Daarom ook vandaag dit coming out dag ontbijt. Ja, op de Koornbeursbrug midden in de stad op de markt laten zien dat wij ook als gemeente Leiden met het COC en alle anderen stilstaan bij de Coming Out Day. Ja, want dat gebeurt op zich al een paar jaar, maar dan was het vaak binnen, hè? Ja, dat was het wel gezellig, maar wat vooral aan de buitenkant zichtbaar was, was de regenboogvlag. Hij is de laatste jaren aan het stadhuis. Maar binnen waren we aan koffie drinken, 's ochtends. En het bleek ons eigenlijk wel heel goed, omdat ook, het heet niet voor niks Coming Out Day. Dus kom naar buiten, laat je zien en sta stil bij het feit dat Coming Out Day belangrijk is, nog nodig is. Maar ook heel leuk en gezellig kan zijn. Is niet het enige zichtbare dat er vandaag gaat gebeuren? Nee, ik zei al de regenboogvlag. Maar er komt ook in de stad weer een Gebra-pad. Die wordt op een andere plek neergelegd. We hadden er natuurlijk al eentje. Ja, daar bij de Nieuwe Beestenmarkt, maar die moest nog weer weg. Die gaat weer weg, omdat daar ook de straten weer vernieuwd worden. Dus we hebben nu een andere plek gevonden waar we weer een tijd lang de Gebra-pad, alle mooie regenboogkleuren op de straat kunnen liggen. Zichtbaar voor iedereen. Een hoop mensen die er overheen lopen en misschien ook wel weer even stilstaan bij het feit dat hoe belangrijk het is dat je jezelf kan zijn en mag zijn. En wilt u wel vertellen waar die komt? Of waar die... Ah, hij ligt er eigenlijk al, hè? Hij ligt er al. Hij ligt vlak bij het station. Hij ligt voor het Van der Werf, Café Van der Werf. Ivo, dat Coming Out Dag in Leiden wordt elk jaar, lijkt het wel een grotere happening, hè? Nou, we doen wel ons best. Dat is zeker waar. Vandaag met een ontbijt buiten op de Koornbrug. De wens van de gemeente en eigenlijk ook wel van COC was om bij het ontbijt, wat we eigenlijk de jaren daarvoor altijd in de wethouderskamer deden, om dat wat zichtbaarder te maken. En nu met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers en leden van het COC en hier en daar nog een aangewaaid gewaaide Leidenaar, hebben we een mooie ontbijt neergezet. Met ook een programmaatje eromheen, wat mensen die hun eigen coming-out verhaal vertelden. Ja, drie mensen die daar wat over verteld hebben. Twee dames die vertelden over hoe het is om de familie en vrienden te vertellen dat ze lesbisch zijn. En één iemand die in eerste aanleg de familie moest vertellen dat ze lesbisch was. En later moest vertellen dat hij een jongen was. Dus dat is een dubbele coming out. En dat is in Nederland nog steeds altijd een lastiger dan vertellen dat je homo of lesbisch bent. Vroeger was het COC eigenlijk voor homo's en lesbiennes. Dat is allemaal wel wat uitgebreider, hè? Ja, nou, het is zo dat ik denk dat zowel seksuele diversiteit en genderdiversiteit, dat wel in elkaars verlengde ligt. Het is allemaal natuurlijk ook wel de emancipatie van een groep die verstopt zat, als het niet in de verdrukking zat. Dus het past wel bij elkaar, hoewel natuurlijk heel veel transgenders hetero zijn. Alleen eerst vrouw waren of man en andersom. Kevin, jij was een van de mensen die hier vanmorgen het coming-out verhaal heeft verteld. Dat klopt. En dat was een bijzonder verhaal, want jij hebt twee keer een coming-out gehad. Dat klopt. Ik ben eerst uit de kast gekomen als lesbisch. Later toch uit de kast gekomen als trans. Want ja, ik was wel altijd wat mannelijker, vond ik zelf. En ik kon me toch niet helemaal plaatsen in het vrouwenlichaam. Dus uiteindelijk ben ik toch uit de kast gekomen als trans. En maakte dat het extra moeilijk? Ja,
Want op zich, dat ik ook vrouwen wilde, was voor iedereen wel duidelijk. Alleen het stukje dat ik ook echt een man voel, dat ik me echt man voel, dat was toch wel wat moeilijker voor mensen omheen. Maar ja, sommigen wisten het al en sommigen ook niet. En ja, op zich werd er achteraf wel goed op gereageerd. Dus ja, ik ben trots op dat ik het heb gedaan, want ik kan nu wel mezelf zijn. En ik ben nu veel gelukkiger. Dus ja, ik heb het goed gedaan. En dan had je ook nog de ingewikkelde omstandigheid dat je uit een heel gelovig gezin kwam. Ja, mijn vader die is Jehovens getuige. En binnen dat geloof wordt het niet echt heel erg snel goedgekeurd. Ja, als je lesbisch, homo of trans of wat dan ook bent. Dus dat was wel moeilijker. Maar toch heb ik de stap gezet om het te doen. Omdat ik, ja, omdat ik gewoon mezelf wilde zijn. En ik weet als ik gewoon niet mezelf kan zijn, dan zal ik nooit gelukkig zijn. En volgens mij willen we allemaal gelukkig zijn. Dus ja, die stap heb ik gewoon gezet. En die eerste coming-out bij je vader, die ging geloof ik nog wel, hè? Maar die tweede lag toch wat lastiger? Ja, de tweede was iets lastiger. Mijn vader, ja, het was ook best wel laat, dus ik snap dat mijn vader niet helemaal op zat te wachten. Maar ja, mijn vader, die, ja, dat was voor hem natuurlijk wel even schrikken. Want ja, dat kijkt ook best wel bekijken natuurlijk als je trans bent. Want het is niet even dat je zegt van, oh, ik ben trans en je gaat lekker door met je leven. Er komt natuurlijk wel ziekenhuisbezoekjes bij kijken. En ja, je gaat toch helemaal veranderen. Als niet als persoon, maar je lichaam gaat veranderen. En mijn vader heeft mij altijd als zijn kleine dochter gezien. Als een prinsesje, zei hij vroeger altijd. Maar ja, nu ben ik gewoon zijn zoon. En kijk, hij zegt dat nog niet, maar ik weet, mijn vader die houdt van mij en hij zal altijd van me blijven houden. Maar ja, voor mijn vader is het gewoon wat lastiger. En nu dat allemaal gebeurd is, dat je omgeving weet dat, ben je nu trans of ben je gewoon man? Ik ben gewoon man.